Hallo reviewvriendjes, hoe is het daar? Hier gaat het lekker. Wat? Hey, het zonnetje breekt door. Hier gaat het nog lekkerder. Wat zit er toch onder het doosje? Wat heeft Ahmed Joop gestuurd? Twee doosjes van Mora. Die is gewoon weer niet gesponsord, hè? Is toch verschrikkelijk? Tostini's. Nou, dat is leuk bedacht. Pittig gehakt en kaas. Tostini hete kip met sriracha. Lekker man. Ik heb er zin in hoor. Eens kijken. Oh. Dat is gewoon een knalbevroren pita. En bij deze is het niet anders dan dat. En die moeten dus in een broodroostertje. En laat ik die dan toevallig hebben. De tostini's. Ik weet niet waarom ze zo eten. Moeten 6 minuten op de middelste stand. En laat die tostini, god leuk bedacht, 1 minuut rust en buiten de broodrooster voor het beste krokant gebeuren. Nou, eens even kijken. De middelste stand. Hoeveel kan ik? Ik kan 6. Dus ik doe hem op 3. Nou, en dan, 6 minuten. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een tosti-liefhebber ben. Eigenlijk gewoon met ham en kaas, niet te veel gedoe. En hier zit dan een hete kip op en gehakt in kaas. Maar laten we eerlijk zijn, op een tosti is alles lekker. Het gaat namelijk om gesmolten kaas. En omdat je uiteindelijk een warm broodje kan eten met een sausje. Want eigenlijk draait de hele tosti om het sausje natuurlijk. In mijn geval, ketchup. Ik ken ook mensen die tosti's met mayonaise eten, maar dat vind ik vieze mensen. Nou, nog even wachten dan. Kijk, mijn favoriete tosti is de croque madame. En de croque madame is een Franse tosti met zo ongelooflijk hoeveelheid meuk erop, dat je, als je die op hebt, dat je 3 dagen niks meer lust. Dat is gewoon opgebouwd uit kaas en uit ham, maar ook het bechamel saus. Dat is een gigantische hap. En dat is dan de croque monsieur. En de croque madame doen ze er nog een keer een spiegeleitje bovenop. Dat vind ik ook niet helemaal lekker hoor. Maar ja, in Nederland eet je bijna nergens een croque madame. Dan krijg je gewoon een tosti. Gewoon een broodje met ham en kaas. Ook helemaal goed. Het enige wat ik niet te bunkeren vind, zijn die voorverpakte dingen. Die je vaak in voetbalkantines krijgt. Die halen ze dan uit zo'n folietje, diepgevroren pleuren ze erin. Daar zit echt geen gemoersmaak in. Nou, is dit al een keer klaar? Oh, hij wil eruit. Even kijken. Auw! Ja, die zijn nog niet klaar. Oh, nog een keertje dan. Nog heel even wachten. Ik kreeg laatst een bericht van iemand die zei... beginnen nou niet saai te worden die reviewtjes maken. Ik zei, nou, dat valt alles mee. Ik heb er veel plezier aan. Maar dit is wel een beetje saai. God, zal me kraken. Je wacht tot de broodrooster klaar is. Overigens, nog bedankt hè, voor mij het steunen op janroos.backme.org. Als je dat nog niet doet, kan je dat hier beneden doen. Gewoon even doen, joh. Daarom kan ik dit soort prachtige reviews maken. Van bijvoorbeeld de tostini. Nou, eens even kijken. Want ik ben het wel zat. En ik begin honger te krijgen. Bordje. Ketchup. Lanceren maar. Nou. Ja, die moeten er dan nog een minuutje wachten om ze lekker te krijgen. Want of ze nou tosti of tostini eten... Ik eet het met ketchup. Ik weet natuurlijk niet welke het gehakt in de kip is. Dus ik ga gewoon maar proberen. Het is meer brood dan vulling. En... Oh, verdomme, het is nog koud. Auw! Ja. Echt leuker wordt het er niet op.
Ja, nou, dan vind ik het wel mooi geweest. Ik heb hartstikke honger. Au, nou, dus is ook heet. Eindelijk. Wat zit hierin? Au. Ik denk dat hier de au zit erin. Ja, dit is de kip met de hete sriracha. En de hete kip is nu ook wel heet. Of warm. En de vulling is een beetje ja. Pittig, hè? Dat komt door die sriracha. En de kip is ook nog heet en staat erop. En je proeft ook wel, het is een beetje pittig. Ja, en de kip die je erin vindt, ja, dat zijn dan van die, ja, dat zijn een beetje van dat soort stukjes. Waarvan je denkt, ja, ze zeggen dat het kip is. Maar het proeft nergens naar. Het meeste verwacht ik toch wel van het pittige gehakt en de kaas. Nou, pittig gehakt en kaas. En het smaakt helemaal niet pittig, maar wel lekker. Het is gewoon een platgedrukte cheeseburger. En ik hou van cheeseburgers. Ik hou van tosties. Hier is gewoon helemaal niks mis mee. Deze is gewoon lekker. Dat is een dingetje waar je er meer van wil. En dat komt uit. Cijfers. Voor de tostinis van Mora. Nou, de hete kip met sriracha. Een leuke poging. Doet heel weinig. Is ook niet vies hoor. Maar ja, de smaak is een beetje pittig. En af en toe denk je, wat is dit voor een raar klein verdwaald stukje? Dat is dan de kip. Dus deze, die krijgt van mij een 5. Daar is niks aan. Maar, de tostini, pittig gehakt met kaas. Zo pittig is het niet hoor, dus maak je geen zorgen. Is heerlijk. De tostini, gehakt met kaas, krijgt van mij gewoon een 7. Lekker man. Nou, hartstikke leuk. Nou, die heeft... Auw!